We hebben eigenlijk gemerkt een aantal jaar geleden dat in tumoren dendritische cellen zijn, dus die immuuncellen in je lichaam, die kunnen kankercellen herkennen. Maar wat wij ook kunnen doen, wij kunnen die cellen gebruiken als een vaccin tegen herval. Die cellen gaan ervoor zorgen dat je eigenlijk een soort geheugen genereert tegen kanker, waardoor dat je niet gaat hervallen en dat je ook geen uitdaging gaat krijgen in de andere delen van je lichaam. Ik ben Damia Lawi, ik ben bio-ingenieur, ik heb op de Vrije Universiteit Brussel gestudeerd en ik werk hier nu als onderzoekster en ik leid een team van een 15-tal mensen en wij doen onderzoek naar kanker. Het belangrijkste aspect van vrijheid aan de VUB is voor mij eigenlijk om te mogen kiezen, samen met mijn team, waar ik onderzoek op ga doen. Dus ook fundamenteel onderzoek dat niet per se gaat leiden tot een maatschappelijk voordeel of een onmiddellijke therapie voor de patiënten, maar dat we echt kiezen van dit is een belangrijk onderzoeksvraag en dat gaan we dan onderzoeken. Voor mij wat dat vrij zijn aan de VUB is echt om te mogen denken hoe ik wil. Om zelf bepaalde ideeën te hebben die misschien botsen met wat er al gedacht wordt in de literatuur, bijvoorbeeld in het onderzoek of in de maatschappij in het algemeen. En daar ook geen kritiek op te krijgen, maar constructieve kritiek op te krijgen of mensen die met een open beeld gaan interageren over hoe dat wij denken. Voor mij is dat echt het belangrijkste. Dus mogen anders denken dan wat misschien verwacht wordt. Dat is waarvoor de Vrije Universiteit Brussel staat.